Gewoon dit, gewoon zo. Gewoon zo. Ja, maar niet zo makkelijk, want je doet nu gewoon alsof het... Ja. Voedsel Fanatics alweer onze laatste aflevering en die heeft ons gebracht in onze hoofdstad Amsterdam, waarin ik afspreek met niemand minder dan Jermaine Vaneburg. Right into the top, started from the flow. How we got up here, you don't need to know. Sniffing on the air, might be one of those. Sniffing on the air, like I got a cold. Need to know, nah, you don't need to know. Jermaine Vaneburg, ja. Ik wil je eigenlijk geen eens een box geven. Want je bent overal langs geweest. Kom je bij mij als laatste. Ga niet klagen. Maar je hebt de same the best voor les. Dus ik snap dat je nu pas hier bent. Je was boos op mij, hè, toen ik je belde. Tuurlijk, ik zie al die afleveringen. Mensen zeggen tegen me, ja, gaat je bellen. Dit en dat. Ik zeg, hij had maar lang moeten bellen, man. Nee, geintje. Ik ben al lang blij dat jullie me niet vergeten zijn. Ik vind het echt vet dat je er bent, man. Dus, ja, maar we waren het beste voor de laatste. Laten we het daar houden, bro. Ik zal je maar geloven. Hoe zijn de paden van Jermaine Vaneburg en voedsel elkaar gaan kruisen? Ik heb altijd op straat gevoetbald. En toen was ik een jaartje of 18. Speelde ik een jaartje bij een amateurclub. Hier DWS heet die club. Ben ik gescout op Telstar. Daar gaan tekenen. Ik dacht dat ik heel veel geld zou verdienen. Ik kwam thuis en zei tegen mijn moeder, we zijn miljonair. Nooit meer te werken. Weet ik veel. Ik kwam echt van de straat. Kwam ik daar, kreeg ik, het was nog gulden tijd, 1000 gulden en een abonnement voor de bus. Ja, dus dat was zo grappig. Toen kwam er een man naar me toe, zegt hij, ja, wil je niet zaalvoetballen? Ik was toen 18 jaar. En toen heb ik de switch gemaakt naar het zaalvoetbal, want daar verdiende ik gewoon in één keer, laten we zeggen, heel veel geld. We zijn hier op het Zaandammerplein. Ja. Wat betekent dit pleintje voor jou? Ja, dit betekent alles. Geboren en getogen Amsterdam-West. Iedereen leeft echt als een hele grote familie met elkaar. Vandaag ook, het regent, weet je, als het niet zou regenen, zou het pleintje allemaal vol zijn. En dan coach ik de jongens, weet je, niet iedereen hier heeft het even goed in de buurt. Dus ik ben hier ook eigenlijk bijna elke dag. En dan coach ik de jongens en dan laat ik ze toernooitje spelen, afmaken op doel, ik geef ze individuele techniektraining. En na afloop ga ik naar de supermarkt en dan haal ik eten en drinken voor ze. Ik probeer mijn steentje bij te dragen en dan blijven ze vooral op het rechte pad. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En het is motiveren, inspireren, school, weet je, educatie. Maar tegenwoordig wil iedereen rapper of voetballer worden. Ja. Maar dat is niet de werkelijke wereld. Je bent de neefje van Gerald Vaneburg, toch? Ja. Wat? Super trots. Ja? Super trots. Wat heeft hij voor jou betekend? Ik was aan het opgroeien en ik zie hem voetballen en ik dacht, ja, dat wil ik ook. Snap je me, zo mooi, mannen passeren, techniek. En dat zeg ik ook, zaalvoetbal en straatvoetbal en veldvoetbal, het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Maar dat heeft hij altijd ook gezegd. Waarom zou je niet de veldvoetbaltrucjes in de zaal kunnen doen? En waarom zou je niet de zaalvoetbaltrucjes op het veld kunnen doen? Dus het is 1-1 is gewoon 2. Ja, liggen die werelden dicht bij elkaar? Het ligt echt heel, maar je moet het ook durven. Iemand in je rug staat, Dat is deze move, die. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Want nee. Kijk, als ik dit zou doen, dan gaat jouw been open, toch? En ik vertover die bal dit. En ik doe dit. Oh, van erop rit, zo. En dit zie dus overal. Dus dit, en ik heb gewoon deze. Gewoon zo. Ja, maar niet zo makkelijk, want je doet nu gewoon alsof het... Ja. Nee, geintje. Nee, ik maak geintje. Je bent een panna-koning. Bro, nee, laat zien. Maar er zijn veel panna's en... Ik heb echt ook heel veel panna's verzonnen, met balbezit natuurlijk, met rendement. Het is een truc die ik 27 jaar geleden heb verzonnen. Toen al. En je ziet hem hier ook met tatoeages, zie je hem 2001. Bij de panna knockout deed ik hem dus toen ook al. En ik zie hem in de zaal nu. Jermaine, ze noemen jou ook de panna-koning, hè? Ja man, daar ben ik trots op. Geen Instagram panna-koning, hè. Tegenwoordig heb je veel Instagram panna-koningen. Ik heb het woord panna niet bedacht. Het bestaat al 70, misschien wel 80 jaar. Is een woord uit Suriname. Betekent een bal door de benen spelen en in balbezit blijven. Ja. Niet die nieuwe panna's 30 meter door je benen en dan panna. Nee. Ik heb het bekendste spel ter wereld op dit moment. Panna knockout heb ik verzonnen. Oh, en, wow. Dit is mijn tatoeage, dus toen ik jong was. Dromen, street legend. En dit is een krantenknipsel. Panna koning. En de datum staat er nog bij. 2001. Toen had ik de panna knockout gewonnen. De eerste, allereerste panna knockout. Dus dat is wel iets om trots op te zijn. Vanaf toen ging ik eigenlijk door het leven als panna koning. Eigenlijk daarvoor al.
maar nog niet iedereen had me gezien. En toen kwam het eigenlijk voor het eerst op televisie. Wie is de allergrootste zaalvoetballer ooit van Nederland? Edwin Grunholz. Edwin Grunholz. Ja, waarom? Edwin, omdat hij gewoon de allerbeste was. Ik ga je het mooiste vertellen. Hij gaf mij een compliment. Het is eigenlijk geen compliment, maar ik was zo blij dat hij het zei. En ik kwam regelrecht van de straat, dus eigenlijk was ik nog die tijd. Hé, hoe praat je eigenlijk zo? Hij zei, in de komende 30 jaar komt er nooit meer zo'n zaalvoetballer als dat ik ben. Alleen Jermaine Vaneburg, die mag wel mijn rechterschoen, mag die wel een keer aandoen. Het mooiste, dat is een mooi compliment, toch? Het is een mooi compliment. Maar ja. Aan de andere kant dacht ik, hey, wacht even. Toen dacht ik, nee, het is wel een compliment. Want ik heb zoveel respect voor hem. De allerbeste die ik ooit heb gezien. Want mensen zeggen, ja, Falcao en Ricardinho, niet slecht. Klinkt heel raar, niet slecht. Edwin Grunholz, geloof mij nou maar. Wat doe je nu nog in combinatie met voedsel? Ik doe nog heel veel, man. Met voedsel, ja, ik roep het nog steeds zaalvoetbal. Oldschool, hè? Ik reis nog steeds de hele wereld over om clinics te geven. Volgende maand ga ik naar Los Angeles. Uitgenodigd. Ze zijn me gelukkig nog niet vergeten. Dus mooie dingen doen, man. Wat voor doel hoop je dat er bereikt is hier in Nederland met het EK? Omdat ik die jongens gewoon persoonlijk ken. En ik weet wat ze ervoor doen. Dus ik hoop echt dat ze het laatste stapje kunnen maken. Dat de sponsors, weet je, zich eraan gaan verbinden. Dat ze eigenlijk 24/7 met zaalvoetbal bezig kunnen zijn. Dat hebben die jongens wel verdiend.